Ja, mensen, en wat een indrukwekkend verhaal wat Roos net verteld heeft, hè? Echt super, hè? En dan denk ik van, ze heeft ook de twee belangrijkste dingen genoemd waarom het zo belangrijk is dat wij als SP sterk zijn. Dat we goede vertegenwoordiging in die politiek hebben. Aan de ene kant zijn wij degene geweest die er echt aan bijgedragen hebben dat die politiek loskomt van de hele tijd ruzie maken en weet je wel, de problemen oplossen. En dat kan breed. Dat kunnen we met iedereen. En wat dat betreft zijn we echt de samenwerkingspartij. En van de andere kant hebben we laten zien hoe we die problemen dan ook oplossen voor de mensen van de stad. En in een portefeuille zorg die zo moeilijk was, waar we als SP vanuit landelijk nog zeg maar de overweging meegekregen hebben van, ga je dat wel doen? Die bezuinigingen die komen uit Den Haag. Ga je als SP daarvoor staan? Ga je die opvangen? En wij hebben volmondig ja gezegd. Wij hebben gezegd ja, daar gaan wij voor staan. Omdat dat de enige manier is om er iets aan te doen. Omdat het de enige manier is om de mensen te helpen. En dat is hetgene waar we uiteindelijk hiervoor zijn. Dat is waar we voor gekozen worden. En dat is de bijdrage die we willen leveren aan de stad. Verzelfstandiging, eigen verantwoordelijkheid. De woorden die zijn de afgelopen jaren allemaal positief geweest. Maar uiteindelijk heeft het geleid dat mensen steeds meer alleen kwamen te staan. Een terugtrekkende overheid die steeds meer taken overgelaten heeft aan mensen zelf. En het gevolg is dat er heel veel mensen in de problemen zijn gekomen. Het gevolg is dat het verschil tussen arm en rijk steeds groter is geworden. Nou, daar hebben wij een ander verhaal tegenover staan. Wij hebben het verhaal van solidariteit. We hebben het verhaal van als iemand struikelt, dan zeggen we niet dat is jouw eigen verantwoordelijkheid. Als iemand struikelt, dan houden we hem vast, zodat hij niet valt. En als die gevallen is, dan helpen we hem overeind. Zo goed en zo snel mogelijk, maar wel op een manier waarin iemand zeg maar in respect blijft. Waarin rekening gehouden wordt met wat iemand kan en wat hij wil. Nou, dat lijkt me echt een succesverhaal wat we de afgelopen 8 jaar hier in Leiden hebben laten zien. De SP kan meebesturen. En de SP kan dan ook daar een belangrijk verschil in maken voor de mensen van de stad. Nu de komende verkiezingen. Er gaat iets belangrijks gebeuren. En ik ben teruggekomen. Waarom ben ik teruggekomen? Ik ben teruggekomen want Roos gaat weg. En Julian gaat weg. En daarmee is zeg maar de oude ploeg die in 2006 begon. Er zijn bijna alle oude makkers. Die hebben hun dienst vervuld. En er moet een nieuwe lichting komen. Nou, je gaat niet helemaal weg, maar ja, goed. Als wethouder kom ik weer terug. Ik heb gehoord dat Roos nog weg terug wil komen als we een wethouder liefde en geluk aan willen stellen. Daar gaan we voor knokken, Roos. Liefde en geluk. Ja, dat is nog beter dan solidariteit, menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid. Hè? Want dat zijn hè, belangrijke principes die wij in onze partij hanteren. Maar liefde en geluk vind ik nog mooier. Als we daarop uitkomen voor deze stad, dan doen we daar graag een bijdrage aan leveren. Maar zoals gezegd, er is een wisseling van de wacht. Dit college is een bijzonder goed college geweest. Onlangs hadden we in Pieterskerk hadden we de nieuwjaarsspeech van de burgemeester. Beste college ooit, misschien wel, zegt hij. Ja, vanwege die samenwerking. Van weg met de flauwekul. Investeren in de stad. En iedereen was blij. VVD was blij. Parkeergarages gebouwd voor de ondernemers, dat soort dingen. En wij zijn blij aan de andere, helemaal andere kant van het politieke perspectief. Omdat we de mensen zo goed kunnen helpen. En als je dan ook kijkt van... Dat merken we niet alleen in onze stad zelf, maar ook onafhankelijke bronnen. En zoals er is dan de Bond van Ouderen, die kijkt hoe is het gesteld met zorg in Nederland. Zijn we nu de vierde stad van Nederland. Nou, en daar moeten we straks echt voor knokken. Want met het alles weer losgeroeven met die verkiezingen, moet straks alles ook weer opnieuw in elkaar geschroefd worden. En de rol die wij daarin spelen, hoe wij daarin mee kunnen doen, zal heel afhankelijk zijn ook van hoe we uit die verkiezingen komen. Vandaar ook dat ik iedereen wil oproepen om zich klaar te maken om straks mee te doen, om te knokken, zodat we zo goed mogelijk uit die verkiezingen komen. Met zoveel mogelijk zetels, zoveel mogelijk leidenaren kunnen vertellen wat we gedaan hebben en zoveel mogelijk mensen kunnen overtuigen om op ons te stemmen. Niet alleen voor ons, maar voornamelijk voor die mensen zelf. Zodat we de komende jaren ook weer dat werk wat Roos gedaan heeft kunnen voortzetten. Dat we inderdaad een perspectief kunnen bieden aan mensen. Dat we armoede op allerlei manieren, niet alleen financieel, maar ook die mensen die eenzaam zijn. Of die mensen die geen perspectief hebben. Dat we daar echt iets aan kunnen doen.
dat we de mantelzorgers kunnen ondersteunen. Ik bedoel, ik heb zelf de afgelopen jaren dat ik er niet was, ben ik druk geweest met mijn ouders, waar het echt heel erg slecht mee ging. En die zijn uiteindelijk ook overleden. Ik heb van dichtbij meegemaakt wat er op zo iemand afkomt. Ik heb van dichtbij meegemaakt wat het betekent als je 85 jaar oud bent. En je bent aan het einde van je leven en je staat er alleen voor. Wat er dan met je gebeurt en hoe dat dan eraan toe gaat. Nou, en dat heeft mij gemotiveerd om gewoon hier weer terug te komen en iedere dag weer mijn best te doen. Iedere dag mijn best te doen, niet alleen voor ons, zeg ik al, maar voor al die mensen die in die situatie komen. En mensen, vroeg of laat, hè, zijn we allemaal aan de beurt. En dan zal het gebeuren dat als je in deze stad bent, wil ik er gewoon voor zorgen dat het met fatsoen, met respect en met geluk en liefde gebeurt. Dus iedereen, ik wil jullie oproepen om mee te doen en laten we van deze verkiezingen echt weer een succes maken. Dank u wel.